allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mij opmaken met al mijn favoriete make-up van dit moment. Ik heb de laatste tijd een heleboel make-up gekregen en gekocht. Dus ik heb echt een heleboel nieuwe producten getest. Zowel op camera als gewoon hier in mijn vrije tijd. En er zijn echt een aantal make-up producten die ik de laatste tijd echt heel vaak gebruik. Elke keer als ik gewoon iets ga doen, pak ik steeds deze producten. Dus ik ga ze vandaag aan jullie laten zien. Je hebt ze vast al wel een aantal keer voorbij zien komen in video's. Tenminste, als je mij volgt. Maar daar ga ik natuurlijk wel vanuit. En aangezien ik vanavond uit eten ga en dus weer zo'n look maak met al mijn fave make-up, dacht ik, ik ga het gewoon voor jullie filmen. En dan kan ik weer een leuke, mooie soft glam look laten zien met al mijn fave producten. Alles wat ik vandaag gebruik, raad ik echt absoluut aan. Ook al is de prijs van een aantal producten een beetje aan de hoge kant, alsnog raad ik ze aan. Zo goed vind ik dit. Dus ik ga vandaag gewoon al mijn top-notch producten gebruiken. Dus vind je de video nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh, ik praat af en toe gewoon zo snel dat ik gewoon geen adem meer krijg. Ik kom echt net van de zonnebank af. Echt lijkt serieus een half uur geleden. Dus ik ben een beetje bruin-grauwig. Dat ben ik altijd dag 1 als ik net heb gezond. Maar ik ga een beetje make-up plamuur aanbrengen en dan gaan we dat hopelijk een beetje verbergen. Ik ga vandaag weer beginnen met mijn gezichtsmake-up en ik ga als eerste mijn gezicht primen. En een primer die ik de laatste tijd zo vaak gebruik is eigenlijk niet echt een primer, maar ook weer wel. Maar het is deze gezichtsolie van Pixi. Fijnste gezichtsolie ever. Oh my god. Geeft je gezicht zo'n mooie glow. Je gezicht lijkt gewoon niet vettig, maar gewoon heel glowy. Op een goede manier. Ook al heb je een vettige huid, dan raad ik het alsnog aan. Je moet niet denken dat als je een vettige huid hebt, je niks vettigs meer kunt gebruiken. Want je huid is juist zo vettig, omdat het juist dat soort producten mist. Dus ook al heb je een vettige huid, je kunt deze olie alsnog gewoon gebruiken. Hij ruikt echt heerlijk naar citroen of zo. Echt fantastisch. En dan eventjes een beetje laten inwerken. Je kunt hem ook mixen met je foundation. Als je er bijvoorbeeld eentje hebt die je goed vindt. Maar misschien een beetje te droog. Dat heb ik bijvoorbeeld met de Urban Decay Naked. Deze vind ik fijn. Maar ik vind hem een tikje droog. Dus ik mix hem dan altijd hiermee. En dan is hij gewoon perfect. En dan zoals altijd ook mijn Elf Body Primer voorbij de poriën. Ik hoef jullie niet meer te vertellen hoe geweldig ik deze vind. Deze gebruik ik nou echt al maanden of zo. Zoals je kunt zien is hij echt heel veel gebruikt. Breng hem niet aan over je hele gezicht. Breng hem alleen maar zo hier aan bij de poriën en dan is het gewoon goed. Gewoon zo lekker insmeren en indrukken. Oké, dan foundation. Ik wil altijd nooit producten gebruiken op beeld die hier niet te koop zijn. Omdat jullie er dan gewoon niet heel veel aan hebben. Maar de foundation die ik gewoon oprecht de laatste tijd het vaakst gebruik. Is deze Fenty Beauty Ease Drop Foundation. En ik heb hem in de kleur 13. Deze is te koop bij Sephora. Ik heb hem gehaald bij Sephora in Spanje. Je kunt hem misschien eventueel bij de Franse Sephora online bestellen. Maar dit product is hier in principe niet te koop. Maar toch ga ik hem gebruiken. Want dit is gewoon het product die ik de laatste tijd heel vaak gebruikt. Dit is dus een skin tint. Wat inhoudt dat hij een lichte dekking heeft. Licht tot medium. En hij is echt fantastisch. Het heeft een hele mooie natural finish. Dus niet heel glowy. Maar ook niet heel mat. Zo heel mooi natural. En ik vind het echt geweldig liggen op mijn huid. Vooral met die glowy olie primer eronder. Wordt het helemaal zo mooi. Natural glowy. Alsof ik helemaal zo'n frisse, gezonde huid heb. Niet dat ik een ongezonde huid heb, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. En deze gebruik ik gewoon de laatste tijd echt heel vaak. Dus mocht je ooit de mogelijkheid hebben om deze te halen, ik zou hem echt halen. Hij is echt heel erg fijn. Tenminste, als je houdt van een beetje een natural finish, want hij heeft niet veel dekking of zo. Ik heb 2 nieuwe skin tinten van Fenty die ik dus nou heb opgedaan en van Huda Beauty. Mocht je aan het twijfelen zijn welke van de 2 je wilt halen. Het grootste verschil is dat die van Huda heel erg glowy is. Dus die raad ik alleen maar aan als je een droge huid hebt. En die van Fenty heeft gewoon een natural finish. Dus die is meer geschikt voor iedereen. Dus dat is het verschil. Als je een glowy finish wilt, haal deze. Als je een natural finish wilt, haal deze. Huda Beauty is hier gelukkig wel gewoon te koop. Ik heb hiervan de kleur 05 medium. Ik heb ook een hele video gemaakt over de hele glowy collectie van Huda Beauty. Je kunt hem daar ook echt in actie zien. Qua cream contour is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Ik gebruik gewoon nog steeds elke keer mijn Huda Beauty Temp Tour in de kleur medium. Nog steeds gewoon mijn fave cream contour.
Als er producten zijn of collecties waarvan jullie denken, hey, ik zou daar heel graag een video over willen zien, let me know, want dan zal ik hem bestellen en er misschien wel een videootje over maken. Ik ben altijd in om nieuwe make-up te testen, want daar ben ik hier voor. Dan kunnen jullie je geld besparen en ik al mijn geld opmaken. Maar ik doe het met al mijn plezier. Dit is gewoon mijn werk, dus als er iets is wat jij heel graag wilt zien, let me know. Heel die glow die je nou ziet op mijn gezicht is allemaal van die primer. De Fenty Beauty Skin Tint heeft niet zoveel glow. Dus heel die glow is allemaal die gezichtsolie. Dus kijk even hoe mooi dat effect is. Een van mijn fave nieuwe concealers is deze van Clinique. Dit is de Clinique Even Better All Over Concealer. En ik heb hem in de kleur WN38. Dit is echt een hele fijne concealer. Heeft een mooie medium dekking. De kleur matcht echt perfect met mijn huidskleur. Ik vind hem echt heel erg mooi. En je ziet hem bijna niet. Het is gewoon alsof je niks op je gezicht hebt. Ik heb hem ook vaak gebruikt met mijn no make-up make-up looks dagen. Dus dan heb ik alleen maar concealer op en geen foundation. En dan zie je ook gewoon echt hoe geweldig en mooi die is. En hoe het gewoon echt lijkt alsof er niks op je gezicht zit. Ik vind het echt een super fijne concealer. En hij blijft ook gewoon de hele dag echt goed zitten. Fun fact, deze concealer heeft hier ook een sponsje. Daar ben ik laatst echt toevallig achter gekomen. Het is wel super hard. En dit is niet iets wat ik zou gebruiken. Maar ik vond het wel heel grappig dat ze dat hebben gedaan. Voor het geval je ooit je spons of zo bent vergeten. Oké, dan ga ik ook cream blush aanbrengen. Een van mijn fave cream blushes sinds ik hem al heb is deze Massouda Cheek Kiss Blush Stick. Echt amazing. Dit is in de kleur 101. En het is zo'n mooie cream blush. Echt jongens, I love it. En dit gaat ook echt staan met heel veel huidskleuren. Het blendt zo lekker in. Het is ook relatief betaalbaar ook. Heel dit een merk is dat. Maar ik vind het zo'n fijn merk voor de mensen die het niet kennen. Dit is een vrij nieuw merk te koop bij Douglas. En ik heb nou al zoveel make-up van hun gehad in PR. En gewoon echt alles is fijn gewoon. Ik vind het echt toppie. Dan ga ik de concealer zetten met deze poeder van Clarins. Echt een hele mooie poeder. Dit is de Ever Matte poeder in de kleur 0. En die poeder breng ik aan overal waar ik die concealer heb aangebracht. Kijk even hoe mat dit het gelijk maakt. Ik heb het nou hier wel aangebracht en hier niet. Hier is het nog helemaal glanzend en hier is het mooi mat. Dus breng dit gewoon overal aan waar je wilt dat je gezicht mat wordt. En dan pak ik ook nog wat losse poeder. Deze is van Catrice de True Skin losse poeder. Echt een hele fijne betaalbare poeder. En die losse poeder breng ik nog een beetje aan alleen maar onder mijn ogen. Zodat het daar echt niet gaat creasen. Dit is by the way mijn nieuwe ontdekte poederroutine. Normaal ging ik gewoon in met heel veel poeder. Gewoon lekker baken en klaar. Wat ik ook nog wel gewoon doe hoor. Maar als ik ga voor iets meer naturel en iets minder poederige mat. Dan ga ik voor deze routine. En voor mijn neuscontour gebruik ik standaard dit paletje van Revolution en dan deze kleur. En dan om lekker mijn gezicht te hydrateren wat MAC Fix Plus. Hele belangrijke stap. Jongens, mijn gezicht ziet er zo mooi uit. I love it. Ik ga nu beginnen aan de oogmake-up in een van mijn fave nieuwste paletjes. Is ook echt mijn duurste paletje. En ik wil hem eigenlijk niet aanraden, want hij is echt belachelijk duur. Maar dat is mijn nieuwe Pat McGrath paletje. Dit is een paletje van €125. Oh my god. Ik ga hem ook gewoon niet aanraden, want €125 is echt belachelijk. Maar dit is wel echt een van mijn fave paletjes sinds ik hem heb. Ik heb hem echt wel dood gebruikt. En je kunt nog steeds niet eens zien hoe vaak ik hem heb gebruikt. Zoveel producten zitten hierin. Maar ja, het is wel in de hoogste prijskategorie van make-up. Pat McGrath is gewoon echt heel erg duur. Ook hierover heb ik een hele video gemaakt, mocht je hem weer in actie zien. In die video heb ik twee ooglooks gemaakt en vandaag ga ik weer een lookje hiermee creëren. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Oké, we zijn weer dicht bij elkaar. We kunnen beginnen met de ooglook. Ik ga beginnen met deze prachtige matte kleur hier. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik mijn Sueva 228 Fluffy Quast. Oh, ik heb een beetje te veel opgepakt. Dan pak ik deze donkere matte kleur hier. En die breng ik aan met mijn Boosty Shop UP24 kwast. Dit is een platte fluffy kwast. En die breng ik dan vooral aan hier zo in de buitenste hoek. En dan ga ik allebei die matte kleuren aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ook een bruin oogpotloodje in mijn waterlijn. Dit is een bruin oogpotloodje van Benefit. En dan ga ik voor de glanzende kleur hier. Die kleur heb ik nog geen enkele keer gebruikt. Kijk dan wat een mooie kleur. Het lijkt heel erg op die matte kleur hier. Ik ga vandaag echt een beetje voor een donkere smoky eye.
En dit breng ik dan gewoon zo aan over mijn hele ooglid. En dan pak ik nog deze lichte glanzende kleur. En die kleur ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. Jongens, I love it. Kijk even hoe mooi dit is. Dan is het tijd voor een winged eyeliner. Eentje die ik echt heel vaak gebruik is deze van Revolution Relove. De Slick Flick Eyeliner Pen. Is echt super, super makkelijk en snel en fijn in gebruik. En dan is het tijd voor mascara. Ik gebruik deze Bambi mascara van L'Oreal. Ik vind die echt heel erg fijn. Dus die gebruik ik de laatste tijd wat vaker. En dan nep wimpers. Mijn fave wimpers zijn obvious. Mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boozy Shop. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat dit mijn fave wimpers zijn. Voor de mensen die het niet weten, ik ben met deze 3 wimpers uitgekomen in samenwerking met Boozy Shop. Ze zijn gewoon nog te koop. En I love them. En ik denk dat ik vandaag voor de Style Lash Test ga. Dit is echt een hele mooie wispy stijl. Eerst was altijd de stijl Fab Lash mijn fave. Maar nu is het veranderd naar Lash Test. Oké, dit is dan de hele ooglook afgemaakt met nep wimpers en al. I love it. Het is echt weer een fantastische ooglook. Ik vind het echt heel erg mooi. Dit is echt een ideale look om mee uit eten te gaan. Dan is het tijd om mijn gezicht te gaan bronzen. Deze bronzer, ja jongens, Huda Beauty Glowish Bronzer. Amazing. Ik heb de kleur 03 Tan Light. Dit is echt letterlijk de enige bronzer die ik gebruik sinds ik hem heb. Ik vind hem echt fantastisch. En mijn fave highlighter op het moment is ook weer van Huda Beauty. De Glowy Obsessions Palette in de kleur Medium. Jongens, ik moet deze wel aanraden. Ik heb hem echt pas net en deze kleur is al gewoon bijna aan het opgaan. Zo vaak gebruik ik hem. Ik gebruik letterlijk bijna geen andere highlighter meer. Ik gebruik ook deze kleur hier zo. Om hier zo een glow te creëren op mijn lichaam. Echt amazing. Ik mix deze kleur en deze kleur allebei samen. En die breng ik gewoon zo aan. Echt het mooiste highlighter paletje ever gewoon. En dan de lippen. Iets wat mij echt heeft impressed zijn deze lipkits van Sove in samenwerking met Makeup Revolution. Het zijn 2 lipkits. Je hebt hier de donkere, dat is deze lipkit. En de lichte lipkit, maar ik mix ze. Ik pak altijd het lippotloodje van de donkere en de lipbalm van de lichte en die breng ik aan. Deze blijven echt de hele dag goed zitten. Ik was zo in shock. Van een lipbalm verwacht ik niet per se dat hij echt de hele dag blijft zitten. Ik heb hem ook altijd bij me om te kunnen bijwerken als het moet. Maar dat hoefde echt gewoon bijna niet. Ik was gaan eten, drinken, alles. En het zat nog allemaal op mijn lippen. Ik was zo impressed. Dus ik raad jullie deze lipkits echt zeker aan. Helaas is het wel echt een kit. Dus je kunt niet het ene lippotloodje pakken van de ene kit en de lipbalm van de andere kit. Maar ik zou zeggen, ze zijn slechts 8 euro. Haal ze gewoon allebei. En dan is het tijd voor setting spray. Ik gebruik deze Professional Setting Spray van Benefit. Deze is echt ideaal als je wilt dat je make-up lang blijft zitten. En het maakt je huid ook mooi egaal. Echt fantastische setting spray. Nou jongens, dit is dan de hele make-up look. Wat vinden we ervan? Dit is hoe ik me opmaak als ik echt uit eten ga of gewoon naar een feestje ga of whatever, dan ga ik altijd voor zo'n soort look. Ik vind het echt prachtig. Ik ga meestal wel meer voor bruin tinten. Vandaag ben ik een beetje meegegaan voor rozig, maar ik vind het echt hartstikke mooi. Roze en bruin zijn echt de 2 kleuren die qua make-up mij echt het beste staan. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Dit zijn dus mijn fave producten van het moment. Ik weet dat de meeste producten die ik vandaag heb gebruikt een beetje prijzig zijn, maar ze zijn wel echt oprecht heel erg goed en I love it. Ik vind deze look echt geweldig. Mijn gezicht is ziet er echt topje uit. En ik weet ook, want ik heb al deze producten al vaker gebruikt, dat de make-up ook gewoon de hele dag goed gaat blijven zitten. Ik hoop zoals altijd weer dat jullie hebben genoten van de video. Let me know beneden in de reacties wat je ervan vond. En wat voor video's je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!